1, 2, 3. Goedemorgen allemaal. Het is maandag. En het is de tweede paasdag. En mijn moeder die had nog allemaal lekkere dingen, dus ik ga de tafel afstekken. Dan staat het klaar en dan zometeen broodje in de oven enzovoort. En even de keuken rechterkant, dat moet ook gebeuren. Goed, de keuken is een beetje rechtgetrokken en de tafel is deels gedekt. Ik heb de borden en zo neergezet. Verder, de broodjes liggen nog hier, want ja, dat heeft geen zin om dat nu nog te doen. Mijn moeder is volgens mij nog niet wakker. Dus we gaan even editen boven en als ze wakker is dan ontbijten. Ik heb ook niet zo heel veel trek hoor. Ik ga wel even een kopje koffie zetten. Zo dan. En ik heb koffie. Heerlijk. En ik zit in de andere kamer om te gaan editen. Het is gelukkig niet zo'n hele lange video, dus dat valt wel mee. Ik heb het vrij beperkt kunnen houden, dus dat is top. Ik ga in ieder geval nu lekker editen. En dan ga ik me zo even wassen en aankleden. Ik denk dat ik vandaag lekker een chillbroek aan doe. Gewoon een jongensbroek. En een trui, een t-shirt of iets. Gewoon even lekker relaxen. Waarom altijd een spijker? Jongens, dat hoeft helemaal niet. Mijn moeder is ook al wakker. Die is aan het douchen. En die slaapt nog half zo te zien. Maar goed, in ieder geval, we gaan even editen. Oh, ik ben dus momenteel het nummer Deep, het dansje van Like Me aan het leren. Maar hij is best lastig. Het liefde voor jou is deep, zo diep. Dieper dan de diepste zee. Mijn liefde voor jou is deep, zo diep. Wilder dan de veelste. Dieper dan de diepste zee. Dat is wel echt tof om te doen. Maar hij is echt leuk. Oké, goed. Ik heb één keer dansje gedaan. Ik ga lekker beneden. Ik ga het ontbijten. Lekker eventjes met mijn moeder ontbijten. En daarna dan ga ik naar de winkels. Want die gaan pas om 11 uur open. Het is 9:30. Dus we gaan eens lekker ontbijten. Goed. Daar gaan we met het... Met de nieuwe mondkapjes. Boeit, ik heb er echt scheid aan hoor. We gaan gewoon boodschappen halen. Liever dit. Dan zal je wel in één keer ziek worden, toch? Mijn moeder lacht me helemaal uit. Het maakt me echt helemaal niks uit. Boeit me echt niet. Liever dit dan dat ik er straks ziek bij loop. Het ziet er ook wel echt grappig uit hoor. Maar ik heb daar gewoon echt super veel scheid aan. Goed, inmiddels ben ik weer terug van de boodschappen doen. Echt, ik showde mijn eigen een breuk aan die tassen. Het was iets meer dan wat ik eigenlijk nodig had. Ik heb voor mezelf ook extra koffie gehaald. Want dat is op extra melk om natuurlijk de TikTok drankjes na te gaan maken. Mm. Ik dacht, we hebben weer melk ernaast, dus ik ga hem gelijk maken. En ik ben weer zo blij. Het is zo lekker. Verder ga ik denk ik zometeen gewoon weer lekker in mijn hoekje zitten. En daar gewoon denk ik weer chillen. Muziek op de achtergrond, boekje lezen. Beetje relaxen, niks doen eigenlijk. Meer ben ik toch niet aan het doen. Dus video's geëdit hoef ik ook niet meer te doen, dus dat is wel helemaal top. Dus ik denk dat ik gewoon lekker de kussens ga pakken en daar lekker ga chillen ofzo. Goed, ik sta inmiddels in de tuin en dat was met een reden. Wacht, ik ga trouwens daar zitten, dat is beter. Ik ga namelijk mijn kleding bleken. Je hebt namelijk tegenwoordig overal zo'n trend waar je dan... zeg maar, je kleding bleekt. En dat wordt dan, weet ik veel, dat heeft dan een of ander effect. Dus dat ga ik nu doen. En die knoop, oh, die
camera staat niet goed hier. En dan wel hier. Ik ben nu dus overal knopen aan het inmaken waar de stof bleek overheen gaat. En dat heeft hopelijk een leuk effect. Als dat geen leuk effect heeft, dan is dat heel jammer. Ik ben dus overal knopen aan het inmaken, daar gaat zo meteen bleek overheen en dan komt het hopelijk goed. Ja, prettige vakantie allemaal en tot in september dan, hè. Oké, goed. Ik heb inmiddels in twee broeken allemaal knopen gemaakt. En ik ga nu eens bleek gooien over al deze knopen. Doe dit alsjeblieft als je, weet ik hoe oud bent, sowieso met toestemming. Gebruik handschoenen en doe alsjeblieft voorzichtig met bleek bij je eigen kleding of schoenen of iets. Want het laatste wat je wil is dat dat een heel zootje wordt. Dus ja, ik zou zeggen, we gaan nu gewoon al het bleek over deze knopen gooien. En dan gaan we het gewoon hier laten liggen. Wachten tot het compleet is ingetrokken. Ik weet ook niet hoe lang dat duurt. Dat ga ik zo nog even opzoeken. En als het droog is, dan spoel je dit compleet af. Hou je die knopen eruit. Doe je het in de wasmachine. En dan kan je het hopelijk gaan dragen. Dus ik ga nu al het bleek erover gooien. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit gaat. Oké, goed, de tuin is schoon. En bruin laten worden of wit? Bruin? Dit wordt geen wit. Ze zijn nu dus helemaal al aan het verkleuren. Ik ga ze nog even goed laten drogen. En als het dan echt opgedroogd is, dan ga ik ze uitspoelen. In de wasmachine wassen. En dan zijn ze als het goed is klaar. Als je wit wil, moet je het nog een keer doen, hè? Ja, weet ik. Maar dit is ook wel leuk. Als je wit wil, moet je het nog een keer doen. Dit is ook wel tof. Een vestje ga ik morgen doen, denk ik. Vind ik ook wel tof. Goed, er zijn 20 minuten voorbij en we gaan ze uitspoelen. Ik ben heel erg benieuwd, dus let's go.
goed, de spijkerbroek is daar aan de stoel aan het drogen. In de hoop dat het goed komt en dat hij er morgen goed en droog uitziet. De jongensbroek is daarentegen nog wel heel erg nat, die hangt in de badkamer. Ik heb een kopje koffie gezet, die ga ik even opdrinken. En ik ga nog even tv kijken. Ik denk dat ik de Addams Family verder ga kijken, ik heb een klein stukje gezien. Dus dat zou ik wel heel erg leuk vinden om verder te zien. En verder, ja, niet zo heel veel eigenlijk. Ik denk dat ik zo lekker ga slapen. Het is ook al 10 uur, dus ik denk dat het ook wel tijd is om zo lekker te gaan slapen. Dus ik zou zeggen, slaap lekker. En ik zie jullie morgen. Ik ga morgen de rest ook nog bleken, dus wordt morgen weer een leuke vlog. Tot morgen!